Op onze vestiging in Langedijk kent iedereen elkaar. Het is een kleine school met superveel aandacht voor sport en creativiteit. Onze verslaggever Ferris is nieuwsgierig naar de school en gaat er even langs. Vandaag zijn we op Langedijk. Ik ga een kijkje nemen bij Sport en Creatief. Kom je mee? Den Arends Langedijk staat bekend om hun creativiteit en hun sportvaardigheden. Ik ga nu een kijkje nemen in het vaardigheidslokaal. Kom je mee? Angelina, kan je me vertellen waar we nu staan? Op het Jan Arends Langedijk in het beeldend lokaal. En wat voor vak krijgen jullie hier? Beeldend krijgen we vooral hier en ook nog tekenen. En wat voor creaties maken jullie hier? Vooral veel organische dingen en honden. En we werken vooral met papier-mâché en dat soort dingen. Dus het wisselt eigenlijk heel vaak en heel veel af? Ja. Waar zijn jullie eigenlijk nu mee bezig? Met een zwerfhond en dan maak je eerst een geraamte van ijzer. En dan ga je dat met papier-mâché en nog met allemaal kranten verder maken. En dat wordt tentoongesteld gewoon hier naast het lokaal of in het lokaal. Ja, daar. Waarom heb je voor deze school gekozen? Heeft dat iets met creativiteit te maken? Niet per se, ik vind het wel leuk. Maar ik heb vooral voor gekozen omdat ik het een sportieve school vind. Ik sta nu in sporthal Gismerambacht. Hier zijn ze bezig met atletiek en dans. Kom je mee? Ik vind het een superleuke en kleine school. En dat kleine dat vind ik heel fijn, want dan is het wat rustiger. En je maakt snel vrienden op deze school, want er zijn veel leerlingen. En er is veel te doen. En ik zie dat je een voetbal in je hand hebt. Doe je misschien iets met voetbal? Ja, ik zit al sinds mijn 5e op voetbal. Ik zit op de club LSV, dat is hier vlakbij. En daar zit ik nu rond een jaartje. En daar heb ik het heel erg naar mijn zin. Zo, dat is knap. En jij bent Hugo? Ja, klopt. Doe je het al vaker dan? Ja, sinds ik in Nederland woon. En hoe lang woon je al in Nederland? Bijna 6 jaar. Maar doe je alleen aan trampolinespringen of doe je ook wat anders? Ik doe ook vliegen. Oh, gaaf. Kun je iets laten zien? Tuurlijk.